Welkom bij Familiespectakel TV, aflevering 2. In deze aflevering gaan we het hebben over de verkeerde locatie. Wat? Niet de goede locatie. Oh ja, dat is waar. Wat een thema. Wacht even. Ja, ja. Dat is beter. Kijk. De jungle van Bliksembos. Of toch nog niet helemaal. Precies. De juiste uitrusting voor het junglefeest van het familiespectakel in Bliksembos. Heb je trouwens die data al in je agenda gezet? 17, 18 en 19 augustus 2018. Het 27e familiespectakel. Hier in Bliksembos. Heb je trouwens wel eens gezien wat een mooie natuur we eigenlijk hier in Bliksembos hebben. Genoeg plekjes om eens een keer de jungle te ontdekken. Deze belangrijke aflevering gaat namelijk over hen die het familiespectakel mogelijk maken. Zij die de tent opbouwen, de tent versieren, de tent schoonhouden, de toiletten schoonhouden, de zeskampspelen opbouwen of bij een zeskampspel staan. Zij die de bliksemklus vragen bedenken, zij die achter de bar staan, zij die in de catering de frietjes aan bakken zijn of de ijsjes aan het verkopen zijn. Zij die de speelgoedmarkt goed begeleiden, zij die onze kinderen aan het schminken zijn of tattoos aan het zetten zijn. Het is eigenlijk bijna te veel om op te noemen. Het gaat dus over onze vrijwilligers. Vrijwilligers zijn onze motor achter het familiespectakel. Zonder vrijwilligers hadden we alleen maar een lege tent op een groot veld staan. Een lege tent zonder activiteiten, dat is geen familiespectakel. Sterker nog, dat is beren saai. We zijn dus op zoek naar jou. Waar hier in de jungle zou je vrijwilligers kunnen vinden? Achter die bomen misschien, daarachter. Even op zoek. Wow, zag je dat? Als ik iets anders geland was, dan had ik een hele natte broek gehad en natte kleren waarschijnlijk. De jungle van Bliksembos is soms onberekenbaar. Maar hier kan ik ook geen vrijwilligers vinden. Dus weet je wat we doen? Ik ga naar www.familiespectakel.nl, ga naar vrijwilligers en klik op doe mee. Schrijf je in voor een van onze activiteiten en maak deel uit van de grote familiespectakelorganisatie om er weer een super feest van te maken. Want zonder jou kunnen we echt niet verder. En daar is helemaal niks aan gelogen. Tot de volgende keer.